Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Axidus. Goedendag, vanaf een oranje gekleurd kasteel is dit de Sparta-editie van Sportclub Rijnmond. Waarom is het kasteel oranje? Omdat hier donderdag WK-kwalificatie wordt gespeeld door het Nederlands damesvoetbalelftal tegen Schotland. Donderdag is ook de dag van het bekerduel Rode JC tegen Sparta. En laten we hopen, na de nederlaag van zondag in Kerkrade, dat de Rotterdammers dit keer wel weten te winnen in Zuid-Limburg. In 5 dagen 2 keer dezelfde wedstrijd spelen. Feyenoord deed het onlangs in Deventer tegen Go Ahead Eagles. In de beker werd verloren, in de competitie was er winst. Sparta kan het omgekeerde presteren. Al zal het niet meevallen winnen in Kerkrade. Want ook als bekertegenstander is Rode JC favoriet. Het is niet voor niets samen met NEC titelkandidaat in de eerste divisie. Ja, dat was al zo en het is nog steeds zo. Ik had wel de hoop dat we er al dicht tegenaan zouden zitten. Nou, afgelopen zondag niet. Maar het is een hele lange competitie. Ze zijn nu ongenaakbaar, beide. Nou, we gaan nu voor de tweede keer Roda treffen. Kijken hoe we daarmee omgaan. En zondag wacht ons de andere titelkandidaat, NEC. Dus het is wel een hele belangrijke week, ook voor ons team. Wat moet er donderdag anders om wel te kunnen winnen? Ik denk dat wij meer als team moeten spelen. En we moeten meer in duels kunnen komen. Want wij, zondag konden wij niet eens duel spelen, denk ik. We waren overal te laat. Het veld was veel te groot. Ik denk dat we compact moeten houden. En van daaruit ligt onze kracht, denk ik. Veel duels spelen. En dan moet het beter in ieder geval als zondag. Het moet dus beter komende donderdag in Kerkrade. Want afgelopen zondag, zo eerlijk mogen we dan toch wel zijn, was het niet veel. Laten we kijken naar de samenvatting. Rode JC Sparta 3-0. Het Parkstad Limburgstadion is een stadion waar Sparta niet vaak succesvol is. Dit is Rick Ketting, debuterend als basisspeler. Achterin bij de ploeg van Gert Kruis bij afwezigheid van de geschorste Bredijk, Bjelica en Bureuer. En dit is De Moesje. Na een voorzet van oud-Spartaan Henk Dijkhuizen kopt hij de bal naast. De eerste waarschuwing van Rode JC. En hier komt de tweede. De bal in het gezicht van Kenny Thijssen. En dit is Tom van Hiefde. Via Rick Ketting, bal over de achterlijn. Hoekschop Rode JC. De druk dan al in het begin van de wedstrijd immens voor Sparta. Van Hiefde met de hoekschop. Daar is Bart Biemans. En daar ziet de Sparta-defensie er niet goed uit. De centrale verdediger van de Limburgers mag zomaar de 16 inlopen. En zomaar vanaf 4 meter inkoppen. Roda Sparta op dat moment, na 10 minuten spelen dus, 1-0. Kees van Buren peert de bal naar voren. Mamoudov pikt op. Op jacht naar de gelijkmaker, maar die komt er niet. Bram Verbies, de keeper van Rode JC, ziet het schot van de Sparta-aanvallen naast gaan. Een van de spaarzame momenten dat de Rotterdammers op de helft van Roda te vinden zijn. Weer Kees van Buren, peert de bal weer weg. Maar dan in de voeten van Dijkhuizen. Gelukkig is Roy Kortsmeer, de keeper van Sparta, attent en blijft het 1-0. Ook hier weer niet sterk defensief handelen van de Rotterdammers. Met nummer 2, Kees van Buren. Zomaar de bal in de voeten van Henk Dijkhuizen. Maar gelukkig geen goal. En maar weer eens een aanval van Rode JC. Pluim met de bal op de paal. Kortsmit was kansloos. Maar heeft hier wat geluk. En omdat het maar 1-0 is, geloven zij, de 120 Sparta supporters, er nog steeds in. Maar Roda blijft komen. Van Hiefde. Hier komt dan de 2-0. Nee, die komt er niet. Omdat Kortsmit opnieuw goed ingrijpt. Jonge talentvolle doelman. Die het gewoon goed doet bij Sparta dit seizoen. De tweede helft. Kaats van de Moesje, Johan Plat. De spits van Rode JC over de knie bij Rick Ketting. En die krijgt dan niet alleen geel, maar ook een strafschop tegen. De scheidsrechter Jeroen Sanders kan ook weinig anders. En zij verheugen zich op de tweede treffer van de middag. Die gaat er komen na 73 minuten. Mark Hutcher zet Sparta op 2-0 achter. Hij baalt. Hij weet, Rick Ketting, het duel is beslist. 2 minuten later, Art van Peppe. Stuurt Pluim de diepte in.
Pluim tegenover Jeremy de Nooyer. Schitterend hakje van Peppe in één keer op de moesje. En dat is de 3-0. Ja, het moet gezegd, een heerlijke Limburgse treffer. Pluim ziet van Peppe. En die ziet de moesje. Rode JC Sparta is beslist. 3-0 voor de Limburgers. Sparta daarmee de nummer 6 in de eerste divisie. Met 11 punten achter koploper NEC. Ik heb al meteen na de wedstrijd gezegd dat Roda gewoon een stuk beter was dan wij. Dat kwam enerzijds door de kracht van Roda. Die waren erg goed en wij waren ook niet zo goed. En eerlijkheid gebied te zeggen dat we eigenlijk een kansloze wedstrijd gespeeld hebben. Waar ik wel van geschrokken ben is dat wij geen kans hebben gecreëerd. En normaal gesproken creëren wij zeker 3, 4, 100% kansen. En dat was nu niet het geval, dus daar ben ik wel van geschrokken. Je kunt er een aantal dingen uithalen. We misten natuurlijk wel een paar jongens en vooral natuurlijk achterin. Alhoewel ik vind dat je dat niet alleen aan Van Boksel en Ketting kan wijden. Want die hebben volgens mij hun stinkende best gedaan. Maar als team zijn we niet in staat geweest om de storm van Roda te kunnen dimmen. En dat was wel wat we niet verwacht hadden. Nou, hier moeten we wel heel veel van leren. Hè. We gaan rustig met de groep kijken hoe we dat veel beter kunnen doen. Want ik blijf wel van mening dat het verschil niet zo groot mag zijn. En tot zover de Sparta-editie van Sportclub Rijnmond. Vanavond zijn we er weer, maar dan op de radio met bekervoetbal. Met Vitesse tegen FC Dordrecht en de Graafschap Delta Sport. En ook donderdag op 93.4 FM bekervoetbal. Rode JC dus tegen Sparta, maar ook WKE Excelsior. En de dames hier WK-kwalificatie Nederland tegen Schotland. En vrijdag zijn we er weer op tv met FC Rijnmond. En daaromheen 24 uur per dag Rijnmond.nl en ons Twitter-account @Rijnmondsport. Kortom, volg je ons, dan weet je alles. Tot ziens. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Actidus.